Hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben al best wel een tijdje wakker. Ik ga zo even lunchen of ontbijten. Dat is best wel aan de late kant. Maar Knessy voelt ons niet zo heel erg lekker. We hebben allemaal best wel buikkrampen. Ik weet niet wat wij precies hebben gegeten wat niet goed is gevallen. Maar we hebben wel even besloten om samen minder buiten te gaan eten. En meer gewoon lekker thuis te gaan eten. Soms komt het gewoon qua planning helemaal niet goed uit. Maar dat gaan we wel weer even proberen. Nessie had vanochtend opnames en nu is hij gaan slapen. Dus ik denk dat hij nu ongeveer een uurtje slaapt. Ik ga hem zo even wakker maken. Dan hebben we nog een beetje wat aan onze dag. Ik heb me in de tussentijd een beetje proberen klaar te maken. Ik moet zo nog even naar buiten, want er is een pakketje bezorgd toen ik niet thuis was. Dus die ga ik zo even ophalen. En verder hebben we nog niet echt een concrete planning, maar dat zien jullie later wel. Hallo? Zomaar. Ben je boos op Dinar? Waar is Dinar dan? Oh, daar is Dinar. Waar ben je? Dinari! Dinari, kom dan. Kom dan. Kom, Dinar. 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 Lekker hoor. Lekker hoor. Oh, lekker zeg. Oh, wat een good life. Wat een lekkere good life zeg. Ik ga even vandaag iets gezonder ontbijten slash lunchen. Ik ga even een zalm tartaartje maken. En dat is het enige wat ik hiervoor nodig heb. Dat is een beetje een neppe versie ervan. Normaal moet je ook verse vis hebben. Maar ik heb gewoon zalmblokjes van de appie. Oké, ik heb even een zalm in een bakje gedaan. Daar doen we citroen overheen. Zo, hier zit in zout, peper, citroen en een beetje dille. Ik ga nu even een bodem maken van avocado. Zo, avocado in een bakje. Hier doen we ook een beetje citroen over. Ik wou het eigenlijk echt heel mooi op een bordje doen. Maar dat is het geworden. Ik ga stuk. Maar hij zal vast lekker zijn. Ik hou echt van zalm en avocado. Ik heb het pakketje net opgehaald. Het is gewoon een Boozy Shop pakketje. Had ik een week geleden of zo al besteld. Maar ik weet nu al niet meer wat erin zit. Ik ga stuk. Zo, dit is wat ik heb besteld. Ik heb besteld 2 LA Pro Girl concealer. Nee, 2 LA Girl Pro Concealers in de kleur Natural, want ik had er nog één, maar die was veel te donker. Dus ik ga voor Natural. Ik heb een contourstick gekocht, ook van LA Girl. Ik weet niet hoe deze is, maar ik ben heel benieuwd naar mijn contourstick van Fenty is op. En ik heb een wenkbrauwpotlood, ook van LA Girl. En deze is echt, ja, heel erg dun, dus je kan hem precies tekenen. Ik ben heel benieuwd naar. Dus dat ga ik ook even uitproberen. Dit is de kleur medium brown. Ik ben benieuwd. Nessie is inmiddels wakker. Ik heb even een beetje hier en daar wat opgeruimd. Kattenbak verschoond. Dat soort dingetjes. En we gaan nu even een mini pauzetje nemen. Kleintje van zeven waar we naartoe gaan. Wij zijn nu bij Alexandrium. Ik ga helemaal stuk. Ik was dus begonnen een soort van met schoonmaken. En nu hebben wij een soort van mini pauze. Wij zijn bij Alexandrium. En wat wij nu gaan doen. Ja, jij hebt gewoon geslapen. Je hebt niks gedaan. Ik moet het straks wel even schoonmaken. Nog verder. Maar wij zijn nu bij Alexandrium. Want wij gaan naar Laplace. We hebben nu een actie in april. En dat je, mag je dus één gewoon grote gebak kiezen. En ze hebben echt 6 soorten gebak of zo. Met cappuccino of thee voor 1 euro. Waar gaan we heen dan? En gebak van Laplace is zo fucking lekker. Ik had het laatst gegeten met Marenke en Honey. En ik kreeg echt. Ik zei, Honey kreeg echt gewoon zo'n groot gebak. Dat was niet normaal. Dus ja, ik dacht, ik neem Nessie mee voor een mini break. En dan gaan we lekker iets zoets eten. En daarna gewoon weer naar huis. Maar ja, als ik dit nu deel, dan is de actie dus niet meer geldig. Want dan is het alweer mei. Dus wat ik ga doen voor jullie. Ik ga het gewoon op mijn Insta-story zetten. Dan kunnen jullie nog 4 dagen genieten van deze actie. En het is niet gesponsord. Gewoon omdat ik jullie gun.
Ik gun jullie koffie. En gebak. Nou jongens, daar zitten we dan bij Laplace. Meneertje heeft een heerlijk gebak met aardbei. Ik heb lekker appelkruimeltaart. Vroeger ging ik ook zo met mijn oma. Dat is gezellig toch? Bij de Hema ging wat taart eten. En deze is voor jou thee. Ik heb een cappuccino. Ik vind het echt gezellig. Woehoe. We zijn nu bij de Mediamarkt. Nessim is weer iets nieuws aan het zoeken voor zichzelf. Ik heb hier zoveel zin in. Ik zit hier lekker aan een tafeltje. Wat top. Oh, Nessim heeft twee vragen. We zijn net thuis en we hebben echt zoveel leuke dingetjes gescoord die ik eigenlijk heel erg lang wou. Maar dat hebben we dus even vandaag even samen gedaan. Even kijken, we hebben echt een heel lekker gebak gehad. Oh, en we hebben lekker gechilled, het was super gezellig. En toen zijn we een beetje in Alexander gaan rondlopen. En toen hebben we dus het volgende gescoord. Woe! Is niet zo handig dit. Zo, dit is beter denk ik. Ik heb mijn haar vandaag trouwens niet gedaan. Baby hair of fleek. In ieder geval, Nessim heeft deze sokken gekocht. Oh, Donai boy. Woe! We hebben een badmat gekocht. Die andere gaat weer weggegooid worden. Het is tijd voor vernieuwing. Ik heb de goedkoopste van Blokker. Woehoe! Verder heb ik iets heel erg leuks voor onze katjes. Afkopen. Maar we hebben geen leugen gevonden, want Nessie wil het best in onze woonkamer. En als ze naar mijn woonkamer moet, dan moet het wel echt heel erg mooi zijn. Want anders is het weer erg zo'n lelijk ding in mijn woonkamer. Dat wil ik niet hebben. Maar ik heb een scheentje gevonden. Maar dat komt nog wel. Trouwens, ik ben vandaag gewoon letterlijk in mijn pyjama naar Alexandrium gegaan. In veronderstelling dat ik alleen maar een gebakje ging eten. En toen vervolgens zijn we op de foto gegaan en zo. Dat was niet echt een goed plan. Dat ga ik niet meer doen. In ieder geval, ik heb dit gekocht. Samen met Nestje natuurlijk. Wij hebben dit gekocht voor onze katjes. En het is een fonteintje. Kijk hoe schattig. Een drinkfontein. En dan hebben we dus zo'n placemat voor de onder. En dan ziet het er zo uit. Ik denk dat mijn katjes het echt zo erg leuk gaan vinden. Het gaat zo in elkaar zitten. We gaan het zo even in elkaar zetten. En dan heb je een fonteintje. Echt, dat is zo cute. Eerlijk, er was eentje die veel mooier was dan dit. Was gewoon super schattig. Met zo'n bloemetje hierin. Hij was groen. Echt zo'n, zeg maar zo'n tuintje-achtig. Maar ik denk voor in de woonkamer is het vet lelijk. Ik ga liever voor safe. Het ziet er gewoon heel erg netjes uit. En dan hebben we zo'n drinkfonteintje. Verder, dit wil ik al heel lang. Maar ik vond het nogal prijzig voor een dwel. Nee, maar je SD-kaart waren die hier waren? Ja, die heb ik in die kleine bakje gedaan waar onze SD-kaart in zitten. Ik heb eczeem aan mijn handen. En met dweilen moest ik elke keer die dweil zeg maar zo. Pssch, hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? In het water doen en dan zo. Uitdringen. Ja, uitdringen. Dat was ik zat, want mijn eczeem wordt steeds erger. Dus ik heb dit gekocht. Dat is echt een tractatie voor mezelf. Dus ik hoef mijn handen niet meer te gebruiken. Echt super handig. Het ding is wel echt prijzig. Alleen zeg maar dit zonder de dweil. Kost al €52 bij de Blokker. Maar ik ben hier echt zo blij mee. En hier doe je echt heel lang mee. Je hebt zelfs 3 jaar garantie erop. Komt helemaal goed. Bewaar je bon goed. En als die kapot gaat of wat dan ook, dan mag je hem dus gewoon inruilen voor een nieuwe. Heb ik vernomen. Maar dit heb ik dus gekocht. Met een speciale dwel erbij. Die je zeg maar zo kan inklikken. Heel moeilijk gezegd. Maar dit hoort dus bij dit. En ik ben hier echt heel erg blij mee. Want ik kan nu gewoon heel erg makkelijk dweilen. Dankjewel Nessie. Dit is een cadeautje van Nessie voor mij. Die antwoord niet op mij. I love you. Ik ben weer even aan het stofzuigen. En vorige keer zei ik dat het heel zwaar was. Is stofzuigen. Maar ik moest deze klep gewoon omhoog doen. Los daarvan. Maar los daarvan is die nog steeds tering zwaar. Het is gewoon niet te vergelijken met een normale stofzuiger. Die andere was zo licht. Hij zuigt wel goed. Ja, hij zuigt wel goed. Klinkt heel verkeerd. Maar dit is gewoon een goede zuiger. Ik ga hem denk ik hier neerleggen. Normaal gesproken zou ik het niet doen. Maar ik vind het gewoon best wel een leuk dingetje. Ik ben heel erg benieuwd. De katten zijn nu verstopt. Want ik heb net gestofzuigd. Hoe heet het? Cat heet het. Heet het cat? Cat. Ik, nee, ik lees een i. Cat it. Cat it heet het. Oh, dat is toch vet leuk. Alleen onze katten zijn nu dus verstopt. Dat is niet een beetje hoog voor Dina. Ah, die komt er echt wel bij hoor.
Ik denk dat hij zo nog harder gaat, of niet? Dinari! Die laat toch wel. Doe doe. Shuffy. Mai. Oh, niet bang zijn. Kijk, het is water. Is dat niet water? Ik heb hier 50 euro voor betaald, ik ga godverdomme drinken. Ze moet hier aan wennen, dus laat haar zelf wennen. Die had er geen zin in. Ik ga Dinar halen, ja? Ja, die is wel wat meer gewend. Dinar! We hebben Dinar nu. Dinar. Ik ben benieuwd hoe zij erop gaat. Laat haar los, laat haar los. Waarom zou je ze... Het slaat helemaal nergens op. Onze katten zijn hier gewoon bang voor. Andere katten staan gewoon te chillen bij het fonteintje. Ademai. Mai. Zijn jullie serieus? Kijk dan, Dinari. We zijn nu zijn nieuwe lens aan het instellen, want hij heeft zo'n lens gehaald bij de Mediamarkt. Geen idee. En ik ga even bezig met de keuken. Ik ga even alles opruimen, de vaat doen en dan begin ik met koken. Zo, keuken is weer schoon. Ik kan weer lekker koken. Dat is dus wat Nessie de hele tijd aan het doen is. Filters maken van Nina met zijn nieuwe lens. En? Poseert ze mooi? Ja, mooi. Dina, Lira, even iets meer. En? Is het mooi gelukt? Nou, kijk ze. Allah. Even vanuit de andere hoek. Look at this beautiful cat. Even scherp stellen hoor. Rust. Yeah. Oh, wat mooi, Lira. Oh, model. Model cat, yes. Binnenkort op voeding van katten te zien. Ik heb de keuken net schoongemaakt. Ging ik even kijken wat ik thuis heb. Ik heb dus geen vlees uit de diepvries gehaald. Maar ik heb nog wel 2 tonijnblikjes. Dus ik ga even recepten zoeken wat ik. Recepten zoeken van wat ik allemaal nog thuis heb. Kijk, ik heb bijvoorbeeld aubergine, ui, knoflook, tomatensaus, tonijn, pasta heb ik. Ik heb rijst. En toen kwam ik dus dit gerecht tegen. Dit is dus spaghetti, of ja, pasta met aubergine en tonijn. En dat ga ik dus vandaag gewoon even uitproberen. En Nessie maakt ondertussen foto's van mij. Echt zo vermoeiend. Ga je nog een keer ophouden van haar? Ik vind je echt zo vermoeiend. Mooi? Gelukkige foto's. Nou, maak maar een foto van mij. Nou, mooi? Oh my god, what the fuck is dit? Jongens, ik moet nog een keer poseren voor Nessie, dus we gaan het even zo doen. Blijf staan, niet bewegen. I'm so happy with my M&M's. Is die leuk? Je beweegt te veel. Oké. Als ik nou weer gewoon te veel beweeg, dan is deze camera gewoon slecht. Ja, snap ik. Ik ga het recept echt heel simpel houden. Er hoort hier eigenlijk ook anchovies bij, maar ik vind dat altijd een beetje zo zoutig en niet zo lekker. Dus dit wordt het een beetje. Ik ga nu even lenteuitjes snijden, paprika en peterselie en dan de rest. Ik heb alles even gesneden. Lenteuitjes, ui, gewoon peterselie, paprika en aubergine. Ik mis alleen nog knoflook. Ik heb wel gepareerde knoflook. Maar ik vind het toch altijd anders smaken dan verse knoflook. Dus net zoiets knoflook voor me aan het halen. En spaghetti. En dan ga ik beginnen met koken. Zo, ik ben lekker uitjes aan het bakken in knoflook. Beetje chili pasta eroverheen. Niet te veel. Aubergine erbij. Daarna even goed kruiden. Als laatste de paprika en de peterselie erbij. En dan de tonijn die ik heb laten uitlekken. Het ziet er zo goed uit, maar het ruikt ook echt super lekker. Jongens, het ziet er zo goed uit. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat smaken. En een beetje kaas eroverheen nog. Kaas eroverheen, heerlijk. Het eten was lekker. Ik vond de combinatie van aubergine en tonijn verder niet heel bijzonder ofzo. Ik zou het niet heel snel weer doen, maar goed, ik had het allebei thuis. Het was toevallig. Ik ga denk ik mijn nieuwe dweil nu uitproberen. Oké, guys, het
fonteintje was een veel, want mijn katten doen er precies niks mee. Na een paar uur nog steeds niet. Ik ga even kijken of ik dit wat vind. Ik hoop het wel. En dan hoop ik dat ik gewoon 10 keer per dag ga dweilen. Oké, guys, ik ga het uittesten. Volgens mij hoor je eerst dit dus te doen. Oké. Okay. Fuck my life. Echt zo fucking dom. Ik moet deze clipjes vastmaken. Wat zit je me nou te filmen, man? Rot op. Rot op. Okay, ik heb het dus een beetje door. Wat je doet is... Oh. Wat je doet is dus... Met één hand is een beetje lastig. Je haalt dit ding er dus zo uit. En dit is dus waarom ik hem wou, want... Nu hoef ik het niet meer met mijn handen te doen. Sorry, het is heel onhandig. Met één hand. En dan doe ik met mijn voet dus dit. Zo. En dan kan je lekker dweilen. Oh mijn god, dit is een bijzonder moment. Dina heeft het als eerst ontdekt. Ik ga stuk. Zo, ik ga nu even naar Hon. Ik ga daar even een lekkere koffietje drinken. Ik ben nu onderweg in de auto naar Hon. Ik ga daar even lekker een koffietje drinken. Even een uurtje zitten en dan ga ik weer richting Nes. En mijn lievelingsliedjes nu op de radio. Ik ben even bij de Mac, want ik ga lekker macarons halen voor Hon. Voor bij de koffie. Het zijn hier echt heel lekker. Mijn Stefan zijn hier heel lekker. Dus ik neem het even mee. God, ik wou dus net naar bed gaan. Toen dacht ik, oh mijn god, ik heb niet eens mee gevlogd. Ik ben dus naar Honey geweest. Ik heb daar even een lekker koffietje gedronken. Ik had even gebakken macarons meegenomen van McDonald's. Het was super gezellig. Ik heb daar lekker een uurtje gezeten. Toen hebben we even een rondje gereden in de auto omdat Hon even naar buiten wou. En ze zat al heel dag binnen. Dus ging ik een rondje rijden door Rotterdam. Toen heb ik haar afgezet en ben ik naar huis gegaan. Ik was best wel vroeg thuis. En hij voelde zich eigenlijk niet zo lekker. Dus hebben we even op de bank gezeten. Toen is hij best wel vroeg naar bed gegaan. Hun nieuwe clip komt dus morgen uit. Maar vandaag is die op Spotify gezet. Mocht je hem nog willen luisteren. Hij heet Zieke Geest op Spotify en op YouTube. Zoek het nu. Het is echt een toplied. Lekker nemen voor je naar auto. Dat is het eigenlijk een beetje. En ik was eigenlijk van plan naar bed te gaan. Maar ik wil even de vlog nog even netjes afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Morgen is het best wel een drukke dag voor mij en zien. Maar dat zie jullie helemaal.